Zo, dit zijn onder andere de stukken die we schoon gaan maken. Je ziet veel gele en oranje aanslag. Dat is ijzeraanslag, dus dat gaat eraf. En hopelijk door die detuniet wordt dit allemaal heel mooi, mooi wit. Deze twee stukken horen aan elkaar. Ze zijn gebarsten, dus die ga ik aan het eind ook nog vastmaken. Maar het begint bij het schoonmaken. Oké, dit is mijn schoonmaakbak. Dat heeft natuurlijk niet iedereen in de tuin staan, dus een plastic bak volstaat ook. Mijn veiligheidsmaatregelen ga ik straks gebruiken. Het materiaal zelf opgeslagen in wat emmers. Ik zal de inhoud straks even in de omschrijving zetten. Maar ik heb natrium bicarbonaat, ik heb natrium citraat en dithioniet. Dit is het actieve bestanddeel en je ziet ook het uitroeptekentje. Dit is het chemische gedeelte en dit gaat straks bij elkaar. Zo, ik heb mijn weegschaaltje hier staan. Ik ga 6 liter maken. En even de handschoen aan. In die verhouding moet ik 426 gram natriumcitraat hebben. Dus daar gaan we mee beginnen. Oké, die is klaar. En dan nu de bicarbonaat. Die heb ik al uit de zak gehaald, uit de tas. Elke keer valt er van alles in die bak, dus dat is het geluid wat je hoort. 51 gram. Oké, als laatste dithioniet. Daar moet 120 gram van in. Nou, dit spul stinkt echt een uur in de wind. Dus ik heb mijn mondkapje natuurlijk al op. En dat is heel fijn, maar ik hou toch een beetje mijn afstand. Vies spul. Bah. Dit is niet heel fijn. Het stinkt nogal. Hier moeten we 120 gram van hebben. Oké, ik heb nu de citraat en de bicarbonaat opgelost in 5 liter water. Er komt zo nog 1 liter water bij en daarna doen we de dithioniet erbij. Dus wacht even tot dit een beetje opgelost is en dan doen we het laatste water erbij en de dithioniet. Oké, alles is nu gemengd. Het is redelijk opgelost, dus nu kunnen de stukken er voorzichtig in. Uiteraard ook met handschoenen aan. Zo, ik heb de vondsten ook klaar liggen. Deze gaan zo meteen in dit dithionietbad. Het is nog goed warm. Moet even per 2 stukken, want die passen er niet allebei in. Maar die kleintjes kunnen er ook wel bij. Dus we gaan het zien. Oké, zo. Hij ligt erin. Je ziet dat ik hem wel omgedraaid heb, want het was dus net iets te weinig. Maar goed, zo werkt het ook. Maar hij ligt nu ondersteboven. Ik heb met de spatel een beetje het water erin geduwd. En nu kunnen we alleen maar wachten. Zo, we zijn nu 3 uur verder. En de eerste resultaten. Kijk, dat ziet er al goed uit. Even scherp stellen. Ja. En nu eens even het grote stuk kijken. Er zit nog wel wat aanslag op. Een beetje aanslag zit er nog op. Maar dat gaat er wel met zoutzuur nog vanaf. Vergelijking hoe het was en hoe het wordt. En die bruine vlekken, dat is echt kalk. Dus dan moet ik met zoutzuur eraf halen. Zo, de stukken zitten nu in vers water, schoon water. Je ziet al gelijk dat er een in de lichte waas vanaf komt. Al die chemicaliën die gaan er nu uit. Dus dit laten we even een dag staan. En inmiddels het andere stuk ligt er ook in, ondersteboven. Anders heb ik niet genoeg. Dus we gaan kijken hoe dit over een paar uur is. Dat is het grote stuk van gisteravond nu ook uit de waller. Die heeft daar een hele nacht in gelegen en ligt nu in wat schoon water was. Maar je ziet al gelijk hoe vies het wordt als ik hem erin leg. Dus ik heb hem afgespoeld en die ligt daar nu in. Het eerste stuk is al een stuk schoner. Die heb ik ook in vers water weer gedaan. En kijk even het verschil ten opzichte van gisteren.